Welkom bij Potje Golf TV. Hier is Anna Nordqvist, de winnares. Anna, many congratulations. Thank you. Please take this one. At the beginning of the week, you told us your favorite food. Swedish meatballs. These are the real ones, from? IKEA. Yeah. I've got this for you. Oh, lingonberry. You like How it do as you well? Say this in Swedish? Lingon sylt. Okay. It's pretty good, but actually, there's something Dutch I like even more than this, and it's salt licorice. Salt licorice? What's that? Yeah, drop. Oh, drop! Yeah! Zouten drop. Oh. Yeah, I love drop. Okay. We arrange some drop for you as well. Yeah. Okay. You're in a hurry, so very short, one question. It wasn't easy, you were the big favorite, and winning, that's always difficult, but you did it. Yeah, I'm proud of myself. It wasn't easy today. I felt like I got out of the rhythm a little bit around the turn, but kept battling, and if you have holes left, I just never gave up, and then I made a good birdie on 17, which I guess was the difference today. Yeah, and a small word about Sophie, also a big star in the group, I guess. Yeah, no, Sophie, she's right here. Awesome player. Yeah, she's going to join us. So maybe she wants some Swedish meatballs, but no. Yeah. Sophie's a great talent. It's been a pleasure playing with her the last 2 days. I was never this good when I was 14, and I still don't at 35 hit it that far. So future's bright for you, and thank you for spending the weekend with me. Okay, thank you for dropping by. Yeah. You have to catch your flight, so take them with you, the meatballs. You sure? Yeah? Thank you, I appreciate it. Okay, thank you very much, Anna. Bye. Sophie, bye. Congratulations. Bye. Kunnen we het gewoon in het Nederlands doen? Wil je deze even vasthouden? Hey, fantastisch gespeeld. Ja. Iedereen sprak over jou van, jee, wat slaat ze ver, die Sophie. Hoe doe je dat? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Nee? Nee. Je slaat de bal gewoon? Ja, het is gewoon zo gekomen. Dus, Hoe waren de afgelopen 2 dagen voor jou? Ja, ik vond het echt een fantastische ervaring. En het was super leuk om met Anna te spelen. En ja, ja het kan niet beter. Ik zag ook mooie dingen. Als jij een put maakte, dan kwam ze naar je toe. High five, awesome. Ja. Ja. Ze heeft je echt ook geholpen, hè, in de baan. Ja, echt een boost bij elke goede slag. En ja. Is het nou een droom voor jou om hier over hoeveel jaar? Laat ik het een vraag anders stellen. Over hoeveel jaar wil jij ook op het Big Green Egg openstaan? Dat weet ik niet. Het is nog school, doe goed doen. Dus. School, ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Je slaat de bal heel ver. Je zei ook, ik spreek ook gewoon goed Engels. Wiskunde waarschijnlijk ook goed. Ja. Jij bent echt, dacht ik, vreesde het al. Echt zo iemand die gewoon alles kan. Ja, dat is ook niet zo. Nee, maar je hebt het echt fantastisch gedaan. Ja. Geen tips dus voor oude, stijve mannen om die bal een beetje verder te slaan? Nee, niet echt. Nee. Gewoon door blijven gaan. Ja, jij gaat gewoon hard trainen, school doen. En dan komt goed. Over een paar jaar de tour op. Nou, ik hoop het zijn. Wel. Je mag trots zijn. Absoluut. Ja, je ben ik. Fantastisch gedaan. Hey, leuk dat je even bij ons was. Ja. Dankjewel. Nou, dat ging. Het moest allemaal even een beetje hectisch en snel. Ja. Maar het is nou helemaal zo aan het einde van een toernooi. Fantastisch, hè, dat meisje. Potverdikkie, jij. Nou, daar zit wel wat talent in. Ja. Ja. Het ging bijna meer over haar als je langs de holes liep dan over Anna Nordqvist. Ja. Ja. Wat niet de minste is natuurlijk. Ja. Oh, de Zweedse balletjes gaan nu ook rond bij de rest van het publiek. Oké. Ik weet niet of Anna daar nou zelf heel veel zin in had. Ja, dat deed, ja. Maar ze zei wel dat ze IKEA-ballen het allerlekkerste vindt. Dus ze is er blij mee. Hey, mooie winnares. Ik denk voor het toernooi geweldig. Ja, nee, fantastisch. Dat kan niet beter. Als je golf wil laten groeien, met name bij de dames in Nederland, dan is dit eigenlijk de gedroomde winnaar. Ja. Ja. Hey, volgend jaar dus weg van de Roosendaals. Dan gaan we naar Hilversum met dit toernooi. Ook een mooie baan. Ja, een fantastische baan. Vergelijkbaar? Ik denk het wel, Bos. Ook waar je ook wel recht moet zijn, Gerard. Ja, moet je ook recht zijn. Moet je ook recht zijn. Ja. Nou, hij lag er natuurlijk prachtig bij. Leuk om te vermelden natuurlijk, de greenkeepers, hoe ze de baan hebben geprepareerd. Ja. Zonder pesticiden wilde ik nog even melden. Hoe lang al niet? Nou, 5 jaar al niet meer. Geen druppel, hè? Geen onkruid of wat dan ook. Ja, ja, dus dat is, lag er prachtig bij. Dat is de kant die het op moet natuurlijk ook. Hè? En in Nederland al heel erg gaat. Duurzaam beheer van golfbanen. Zijn we goed in. Zeker. En nog even de vrijwilligers melden natuurlijk. Even bedanken. Jongen, zonder bedanken. Vrijwilligers hebben we geen golf te maken. Ik wil jou ook natuurlijk nog bedanken dadelijk. Hey, we hebben ook nog een prijsvraag. Ja, we hebben ook nog een prijsvraag. Want natuurlijk gisteren de prijsvraag over David Claire Schrevel. Ja. Jij wist het antwoord geloof ik, hè? 2000? Weet ik het niet meer. 12, hè? Was, ja, het was 12, 12, 2011 op Carnoustie. 2011, ja, dat is een Carnoustie. Ja, ja. Okay, nou, wie hebben we getrokken van de goede inzending? Nog niemand getrokken. Nog niemand getrokken. Oké, dat moet ik bezig. Doen. Maar dat gaan we op YouTube zetten. Oké. En ik had een mooie vraag bedacht voor vandaag. De laatste prijsvraag. Weer 100 euro voor Jumbo Golf en Hockey. En de vraag is, hoeveelste overwinning van Anna Nordqvist was dit? En dan internationaal, hè? Want ze speelt natuurlijk ook op de LPGA Tour. Ja. Maar de vraag is, dus opgeteld overwinningen LPGA Tour en LET. Ja. Ja, okay. Heb je een hint, zoals altijd? Het zijn er meer dan 10.
Het zijn er dat veel meer dan dat tien, in ieder inderdaad. Geval. En je kan dus 100 euro shoptegoed winnen bij Jumbo, golf ja. en hockey. We hebben ook ons mooie kaartje met Jumbo, golf en hockey niet. Maar nee. goed, dit is nou eenmaal de laatste uitzending. Dit gaat allemaal live en, snel. En wacht even trouwens, wat nog heel erg belangrijk is wat we vergeten natuurlijk. Even de Nederlanders. Ja. Even Jen Bontan. In het rood vandaag wordt ze 8e. Ja. Heel knap. Gisteren bij ons stond ze tussen ons in met een beetje saai grijs shirtje. Ja, vandaag niet. In het rood hoor. Ze heeft gedaan wat ze beloofde. Rood shirt aan, speelde een geweldige ronde en in de top 10 eindigen. Ja, dat is echt waanzinnig knap. Ja. Ja. Er was ook lekker veel publiek. Het idee is natuurlijk dat dit toernooi gaat groeien. De NGF wil het prijzengeld sowieso verdubbelen. 250.000 euro naar 500.000 euro. Meer vrouwen aan het golf, meer jonge mensen aan het golf. Nou, dan denk ik dat dit een perfecte week daarvoor was. Ja, zeker. Daar staan wij achter, hè? Ja. En dan volgend jaar op naar de Hilversumse. En zo is het, jongen. En daar hopen wel iedereen ook te zien, hè? Ja, nog meer mensen. Alle potje golffans die moeten daar gewoon naartoe komen volgend jaar. Ja, dan wordt het wel heel druk. Gaan we dan wel weer een showtje maken, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik sta wel lekker achter die tafel. En zo is het. Okay, hey, dit was het voor nu. Dit was het voor het Big Green Egg Open. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot volgend jaar.